Dit is Papa Alfa Nel Eco Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1121 met een uitzending van vandaag, 30 oktober 2017. Dus het bulletin van maandag. Vorige week heb ik in wat tijdnood een tekst over magnetische loopantennes opnieuw uitgezonden. Dat leverde onverwacht veel positieve reacties op. Vanwege die positieve respons zet ik vandaag het vervolg uit op die serie, want ik had vorige week niet alles uitgezonden. Deel 13 van de serie over antennes gaat opnieuw over de magnetische loop. Ik ga wat langer op dit antennetype door, omdat het een antenne is voor beperkte ruimte. Je kunt hem ook binnenshuis opstellen. En veel mensen hebben tegenwoordig natuurlijk minder mogelijkheden dan in het verleden haalbaar was om plaatsing van een antenne mogelijk te maken. Daarnaast is de magnetische loop een van de antennes, zo niet de belangrijkste, die iets doet aan het onderdrukken van de storing waar veel amateurs tegenwoordig door worden geplaagd. Dat laatste is iets waar ik deze serie over antennes nog meer op zal ingaan. Hoe kun je voorkomen dat je storing binnenkrijgt? Ik weet nog dat een paar jaar geleden hier een amateur op bezoek was, misschien weet hij het zelf ook nog wel, die meldde dat ik mijn korte golfantennes makkelijk zo zou kunnen ophangen of opstellen dat ik een sterker signaal zou hebben. Dat is inderdaad waar. Ik heb mijn draadantennes voor de korte golf echter zodanig opgehangen dat de hoeveelheid ruis die ik vanuit de huizen hier ontvang zo gering mogelijk is. Inmiddels werkt dat al niet meer, het is niet meer effectief genoeg. De hoeveelheid storing is bij mij behalve op 50 en 70 megahertz zo groot geworden dat eigenlijk op alle banden dat ik er flink last van heb en dat me dat kort wiekt in mijn mogelijkheden. Ik wil zelf dus binnenkort ook nog iets gaan doen om die storingen weer kwijt te raken. Hoogstwaarschijnlijk zal dat in mijn geval een constructie zijn met een aparte antenne voor zenden en van ontvangen. Maar terug naar de loopantennes en dan met name die kleine magnetische loop. De kleine loopantennes worden vooral voor de lagere frequentiebanden gebruikt, ruwweg tot ongeveer 20 MHz. Maar je ziet ook nog wel dat ze voor de banden net daarboven nog worden gemaakt. In de vorige aflevering ging het vooral over de grote loop en bijvoorbeeld de mogelijkheden om zo'n antenne meer versterking te geven. Vandaag gaan we weer naar de kleine magnetische loop. Die antenne waarvan het richteffect 90 graden verschilt van de grote loop en de antenne die in staat is om die vervelende storingen uit de ontvangst weg te laten. Het verschil in 90 graden ten opzichte van een grote loop is opmerkelijk, maar wel begrijpelijk als je er wat verder op ingaat. Een kleine magnetische loop gedraagt zich eigenlijk gewoon als een gekoppelde spoel, zoals bij een transformator, waarbij het hoogfrequentveld dat je wilt ontvangen gezien kan worden als de primaire wikkeling van die transformator en de antenne gezien kan worden als de secundaire wikkeling. Dat de antenne in de richting waar een grote loop het meest gevoelig is een dip heeft zitten, laat zich ook gemakkelijk verklaren. Bij een grote loop staat er een staande golf op de antenne. Dat wil zeggen dat op de tegenoverliggende zijde van de antenne de stroom steeds in tegenfase is. Bij een magnetische loop is de stroom overal op de antenne ongeveer gelijk groot. Dat betekent dat signalen vanuit dezelfde richting als waar de grote loop juist het meest gevoelig is, bij de kleine loop uitdoven. Immers, de spanning in de antenne is in dat geval overal gelijk. En bij de twee antenneaansluitingen stijgt de spanning en daalt de spanning dus op hetzelfde moment. Daardoor kan er op dat moment tussen de beide antenneaansluitingen dus geen stroom lopen. In deel 14 over antennes gaan we nog even verder op de kleine magnetische loopantennes. In dit gedeelte gaat het over kleine magnetische loopantennes voor ontvangst. Zoals ik al gemeld heb, zijn de ferrietantennes uit AM-radio's ook kleine loopantennes. De antenne wordt afgestemd met een draaibare condensator die meeloopt met de afstemming van de ontvanger. Bij multibandapparaten zitten er vaak één of meerdere aftakkingen op de antenne die gebruikt worden voor de andere banden. In oude radio's zag je wel dat enkele tientallen wikkelingen aan de achterzijde van het apparaat waren gewikkeld zonder ferriet in de vorm van een raamantenne. Bij modernere radio's zijn de wikkelingen vaak kleiner en zijn ze gewikkeld op een ferrietstaaf. Die staaf zorgt ervoor dat een fysiek kleinere antenne toch een groter effectief antenneoppervlak heeft. Dit soort ingebouwde loopantennes zijn meestal gemaakt van lietse draad. Dat is draad bestaat uit meerdere dunne draadjes die elk weer geïsoleerd zijn. Op deze lage frequenties helpt dit isoleren van die dunne draadjes tegen het skin effect. In het Engels zijn er verschillende namen voor zo'n ferrietantenne in omloop. Zelf vind ik loopstick wel een leuke. Dit soort ferrietantennes zijn overigens bijzonder ineffectieve antennes, maar op een band als de middengolf valt dat niet zo op vanwege de grote hoeveelheid achtergrondruis op dit soort lage frequenties. Een kleine loopantenne is dus niets anders dan een spoel. De impedantie van zo'n antenne is dus ook vooral een inductieve reactantie. Door de afstemcondensator wordt die spoel gecompenseerd, of eigenlijk die inductieve reactantie gecompenseerd. Omdat de loop een afgestemde kring is met een hoge Q-factor, is de bandbreedte vrij klein en moet die condensator afstembaar zijn.
De stralingsweerstand bij een kleine loop is doorgaans veel lager dan de verliesweerstand. En die verliesweerstand die wordt veroorzaakt door het materiaal waarvan de antenne is gemaakt. Door dat verschil en die veel hogere verliesweerstand verdwijnt de meeste door de antenne ontvangen of uitgezonden HF-energie in die verliesweerstand. Bij zenden is dat grote verlies redelijk catastrofaal. Bij ontvangen valt dit mee. Bij frequenties onder 10 MHz is de ruis veroorzaakt door de atmosfeer en door mensen doorgaans sterker dan de thermische ruis die in de ontvanger wordt gegenereerd. Als de antenne efficiënter wordt, worden daarmee niet alleen het gewenste signaal op deze banden sterker, maar neemt ook de achtergrondstoring evenveel toe, zodat we met de bereikte antennewinst niet zo heel veel opschieten. Deel 15 van de serie over antennes gaat grotendeels wat dieper in op de details van de ongevoeligheid voor interferentie van de magnetische loopantenne. Dat maakt namelijk ook duidelijk in welke situaties de antenne wel of niet effectief kan zijn. Ik begin echter met nog een positieve eigenschap van de magnetische loop. Dat is de hoge Q-factor van zo'n antenne. Een bandbreedte van 10 of 20 kHz van zo'n antenne in de 40 meter band is een heel gebruikelijke waarde. Dat betekent in de praktijk dat zo'n antenne een uitgezonden FM-signaal van een gebruikelijke bandbreedte, dus vanwege de filterwerking van de antenne, al kan vervormen. Overbodig om te zeggen dat die filterwerking ook gunstig uitpakt voor de ontvanger die ernaast staat opgesteld of die erop aangesloten is. Niet alleen wordt de spiegelfrequentie alleen al door de antenne grondig onderdrukt, ook oversturing door sterke signalen van binnen of net buiten dezelfde amateurband worden al zodanig onderdrukt dat de ontvanger hierdoor minder te verduren heeft. Blijft natuurlijk wel het nadeel dat je zo'n antenne voortdurend opnieuw moet afstemmen als je kuur zwaai gaat. Maar goed, aan ieder voordeel zijn uiteraard ook weer nadelen verbonden. Maar goed, omdat een kleine magnetische loopantenne direct op het magnetische veld koppelt, waar andere antennes voor zowel het elektrisch als het magnetische veld gevoelig zijn, is de magnetische loopantenne relatief ongevoelig voor het elektrische veld van nabije bronnen. Dat kwam eerder ook al aan de orde. Er bestaan ook hertziaanse korte dipolen die precies een tegenovergestelde werking hebben van die van de kleine magnetische loop. Dit soort antennes werken uitsluitend op het elektrisch veld en niet op het magnetisch veld. Op golflengtes waar radiogolven zich bevinden, zijn storingen die uitsluitend uit magnetische golven bestaan echter zeldzaam. De storingsonderdrukkende werking van de kleine magnetische loop geldt, ook al bevindt de stoorbron die dit elektrisch veld veroorzaakt zich vlak bij de ontvangstantenne. Het effect is even groot of de stoorbron nu op een halve golf afstand van de ontvangstantenne staat of pal ernaast. Dit is een erg waardevolle eigenschap, want bijna alle traditionele stoorbronnen op dit soort frequenties, zoals vonkstoringen van bijvoorbeeld slecht afgestelde bromfietsen, corona-ontladingen, noem maar op, bestaan uitsluitend uit een elektrisch en dus niet uit een magnetisch veld. Echter, het elektrisch veld reikt in tegenstelling tot het magnetisch veld niet heel ver en dooft snel uit naarmate de afstand tot de antenne groter wordt. Een stoorbron die zich verder dan een hele golf bij de antenne vandaan bevindt, zal zich gedragen als een magnetische golf, of de oorsprong van deze golf nu elektrisch is of magnetisch. Een kleine magnetische loop zal daarom dus alleen stoorsignalen onderdrukken die zich op minder dan een hele golflengte afstand bevinden. Op 80 meter zijn dit dus storingen dichterbij dan 80 meter en op 40 meter dichterbij dan 40 meter, maar dat zal duidelijk zijn. Dit is echter niet zo erg. Kleine magnetische loops worden vanwege de grote afmetingen van full-size antennes toch al uitsluitend op de lagere frequenties gebruikt, waar een hele golflengte dus toch nog een flink oppervlak beslaat. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.